Ja, het is druk. Het is zo druk. We gaan wel naar een momentje toe, Koen. Ja, het is echt ongelooflijk, want we hebben 1 brievenbus. Ja? We hebben 2 brievenbussen, maar as we speak, en je kunt het horen, wordt er een 3e brievenbus hier bijgemaakt. Want er kan natuurlijk nog veel meer geld bij. En ja, het verkort natuurlijk ook de wachtrij bij het glazen huis. Dus ik zie Winfried Baaiens nu hier. Ja, lastig hè, Winfried. Bob de Bouwer dat je er bent. Die is bezig om nu een gat te zagen eigenlijk in het plastic van, of in het glas van het glazen huis. Ja. Plastic glas, wat is het? Ja, plexiglas. Plexiglas. Er komt een 3e brievenbus bij. Hoi. Ja, we kunnen nu Michael Steur, de man die dit allemaal regelt, een beetje gaan afzeiken. Misschien een beetje afgezaagd. Maar hij doet het al jaren, maar hij krijgt er nog niet echt de vingers in, moet ik zeggen. Nee, en hij wordt er ook met het jaar kaler op. Hè? Dat kun je vanaf deze positie ook wel erg zo lekker, goed zien. Zo lekker dat hij ons niet nu hoort. Hij hoort er toch niet, dus god, wat zie je er goed uit, Michael, zeg. Jongen, ja. Ja. We zijn er net wat anders hoor, dat maakt niet uit. Ja. Nee, dat komt erbij. Ja, ik vind het een mooi moment. Ik, die zijn nog wel eventjes aan het pielen.